Aimee, je eerste goal maken is altijd speciaal, maar hij zat er aardig in, hè? Ja, zeker weten. Om zo je eerste goal te maken is fantastisch. Neem ons eens mee terug naar dat moment, want er waren allerlei opties die je had, maar je koos ervoor om te schieten. Vanaf het moment dat je de bal kreeg van Omarsson, wat gaat er dan door je hoofd? Niet veel moet ik zeggen. Ik keek van tevoren omheen wat de situatie was en ik zag eigenlijk dat ik alleen was. Dus was weinig nadenken om me heen kijken, aannemen en de hoek was vrij, dus schieten. Zag je ook dat de keeper een klein beetje voor zijn goal stond, waardoor je wat meer hoogte mee gaf? Of was het gewoon schieten en hoop op een goede afloop? Niet per se. Ik zag gewoon dat die linkerhoek van de keeper best open was. Dus ik kon hem mooi krullen in de hoek. Hoe kijk je over het algeheel terug op die wedstrijd in Venlo? Ik denk dat we uiteindelijk wat tevreden mogen zijn. 3-1 gewonnen. Tweede helft vooral hebben we het spel bepaald. Dus al met al zijn we tevreden. En morgen staat er weer een nieuwe wedstrijd voor de boeg. En hoe kijk je terug op jouw eigen persoonlijke wedstrijd? Ja, dat goaltje helpt natuurlijk wel voor mijn zelfvertrouwen. En het helpt natuurlijk ook voor het team. Dus uiteindelijk was het prima. Doelpunt van de week. Een plekje in het elftal van de week. Wat doet dat met jou? Ja, leuk. Leuk om voor het eerst te scoren. En dan ook gelijk doelpunt van de week en elftal van de week. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Dan kom je daarna terug op de club. Wordt er dan nog gesproken over die eerste goal? Of hoe gaat dat? Niet per se. Onderling met wat teamgenoten. Maar uiteindelijk staat de volgende wedstrijd, wat ik net al zei, gewoon voor de deur. En daar focussen we nu op. Kun je dan ook makkelijk snel die knop omzetten voor jezelf? Ja, redelijk snel. Je krijgt wel veel berichten binnen. En het gaat allemaal best snel. Maar uiteindelijk focus ik me gewoon op de volgende wedstrijd. Dus gaat me wel gewoon redelijk goed af. Morgen wacht weer een avondje NAC tegen FC Den Bosch. Wat verwacht je voor wedstrijd? Ik verwacht dat we wel redelijk veel aan de bal gaan zijn en dat wij het spel gaan bepalen. En uiteindelijk moeten wij de kansen creëren en gaan we voor de 3 punten. En daar ligt natuurlijk voor jou ook een belangrijke rol weggelegd, hè, om die kansen te creëren. Ja, zeker weten. Daar ga ik mijn best voor doen. Heel succes morgen. Dankjewel.